Vorig jaar februari kwamen er foto's van Dennis van den Geest, voormalig topjudoka en SBS-presentator, zoenend met een andere vrouw. Ondanks zijn ontkenningen volgde later in het jaar het nieuws dat zijn huwelijk met Saina na 14 jaar voorbij was. De officiële scheiding vindt plaats op 17 juli 2023 met financiële gevolgen voor Dennis. Bij confrontatie met de zoenfoto's noemde Dennis het klinkklare onzin, maar Saina maakte via social media bekend dat het huwelijk echt voorbij was. De verdeling van bezittingen, waaronder een villa in Bloemendaal en een winkel in Haarlem, heeft financiële consequenties voor Dennis. De voormalige Judoka behoudt de villa, gewaardeerd op 2,3 miljoen euro. Met een oorspronkelijke aankoopprijs van 805.000 euro en een hypotheek van 1,9 miljoen euro, kost de scheiding Dennis al 2 ton euro voor de villa. Bovendien moet hij naar verluid nog minstens 1,5 ton euro betalen voor de winkel. Waarmee zijn totale uitgaven aan de scheiding op zo'n drie ton euro komen, al dus bekende buren. De emotionele turbulentie wordt zo ook financieel voelbaar voor Dennis van der Geest.